Dag dames en heren. Het is op dit moment nog heel vriendelijk zomer weer in Nederland, maar daar komt verandering in. Lage drukgebied gaat het weerbeeld de komende dagen bepalen in onze omgeving. De kern van het lage drukgebied kunnen we op dit moment ten zuidwesten van ons vinden. Maar dat lage drukgebied schuift dus geleidelijk aan onze kant op en blijft de komende dagen een beetje rondcirkelen in onze omgeving. Vandaag aan de voorzijde met een oostenwind aanvoer van vrij warme lucht. Maar vanuit het zuiden komt op hoogte steeds meer bewolking opzetten. En als dat lage drukgebied de komende dagen dan in onze omgeving blijft rondcirkelen, ja, valt er vooral in delen van Duitsland. Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en België. Veel regen, met name in de Ardennen is dat het geval. Maar ook het uiterste zuidoosten en oosten van Nederland krijgt toch nog wel een flinke plens water te verwerken. In het westen is het allemaal wat rustiger. Terug naar de actualiteit. Op de satellietbeelden zien we dat er op dit moment allerlei wolkenvelden over het land trekken, maar. Van tijd tot tijd klaart het toch nog heel aardig op. En dat betekent dat we vandaag zeker wel de zon regelmatig zien doorbreken. En met niet al te veel wind uit een veelal oostelijke richting loopt de temperatuur landinwaarts plaatselijk op naar een zomerse 25 graden. Later vandaag kan plaatselijk een regen of onweersbuiten tot ontwikkeling komen. Op de meeste plaatsen blijft het droog van het zuiden uit. Neemt wel het aandeel wolken gaandeweg de middag toe. Ja, daar zou eens een keer een spatje uit kunnen vallen. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen ook daar droog blijft. Ook vanavond nog relatief. Rustig weer in het land. Een plaatselijke bui. Vannacht op de meeste plekken zelfs droog, met nog een paar opklaringen en wat nevel of mist. Maar in het zuidoosten gaat het regenen. En die regen die gaat zich morgen over het hele zuiden, midden en oosten van het land uitbreiden. En dat betekent dat het in het uiterste noorden vaak droog is. Wel is er veel bewolking. De zon die laat zich morgen nauwelijks zien. Pas later op de dag prikt die er zo her en der door. In de middag, als het even droog wordt, langs de oostgrens, zo'n 23 graden. Het zal echt een beetje zwoel aanvoelen. In de regen wordt het maximaal een graad of 20. Aantrekkende wind uit noordelijke richting. En vooral in het oosten en uiterste zuidoosten kan plaatselijk toch al een flinke plans met regenwater naar beneden komen. Die tweedeling zien we ook woensdag en donderdag. Vooral in de oostelijke helft van het land regent het vaak en langdurig. In het westen is het veel vaker droog. Temperaturen een beetje afhankelijk van of het regent. Want in de regen is het natuurlijk minder warm. Maar klaart het even op, dan is het snel broeierig warm. Vanaf vrijdag volgt overigens een weersverbetering.